keel. Als ze de zon weer aanzetten, dan plant ik er kinderen onder. Dan steek ik mijn ziel aan met een lucifer en laat hem zingen. Dan neem ik mijn moeder en zeep haar in. Dan pak ik mijn botten en poets ze op. Dan stofzuig ik mijn verschraalde haar. Dan betaal ik alle erge schulden van mijn buren. Dan schrijf ik een gedicht dat geel heet en leg ik mijn lippen neer om het op te drinken. Dan voer ik mezelf lepels vol hitte. En iedereen zal thuis met zijn vleugels zitten spelen. En de planeet zal schokken van al dat glimlachen. En er zal nergens vergif zijn, geen plaag aan de hemel. En er zal een moedersoep zijn voor alle mensen. En we zullen nooit doodgaan. Niet één van ons. We gaan door. Toch? Dat is ook een mooi stukje verbeelding. Het is een gedicht van Anne Sexton in de vertaling van Annemarie Slootweg. Heel mooi, dankjewel Marije. Ja. Ja. Je zit hier samen met Akke. Ja. En jullie zijn van de culturele apotheek. Dat klopt. Het is natuurlijk verschrikkelijk, maar ik moet het toch bekennen. Ik heb er nog nooit van gehoord. Nee. Wat doen jullie? Wat zijn jullie? Ja, wij schrijven literatuur voor. Verhalen, gedichten, romans. En dat doen we in allerlei vormen. Dus mensen kunnen bij ons met al hun klachten terecht. En ze krijgen een recept op maat. Maar wij lezen ook op deze manier gedichten en verhalen in de zorg. Met dementerende ouderen. Met kwetsbare mensen in de psychiatrie. Dus wij brengen eigenlijk literatuur heel dichtbij. Ja, en wat doet die literatuur met mensen die dat nodig hebben? Van alles natuurlijk. Alle kanten kan het op. Literatuur kan mensen laten lachen. Mm-hmm. Literatuur kan mensen troosten. Literatuur kan inzicht geven. Je laten kauwen op dingen die je dwars in de keel staan. Merken dat eigenlijk andere mensen hetzelfde hebben als waar jij in je eentje mee zit te worstelen. En het kan ontspannen. Je hebt er gewoon ook fysiek plezier aan. Het levert ook een goed gesprek op vaak. Want wij lezen samen met dus een groep met ouderen of met mensen die in een buurthuis samenkomen. Die misschien helemaal niet gewend zijn om literatuur te lezen. Maar door samen zo'n gedicht heel langzaam tot je te nemen en erover te praten. Niet van wat is de literaire waarde, maar hoe raakt het jou? Wat vind jij ervan? Heb je ook zoiets wel eens? Raken mensen in gesprek met elkaar. Dus literatuur en cultuur in brede zin, denken wij, daar kan je juist heel veel mensen mee bereiken. Het kan ook heel veel dialoog tot stand brengen. Het brengt mensen bij elkaar. Het brengt mensen bij elkaar. Ja. En heel vaak heeft cultuur natuurlijk een elitair toon. Ik begrijp er niks van. Ja. Ja, maar dat is onze ervaring dus helemaal niet. Want wij lezen echt met iedereen. Kafka. Proest, Shakespeare, voor iedereen. En hoe komt het dan dat mensen jullie wel begrijpen? Omdat we heel rustig met ze gaan zitten. Het enige wat we doen is zeggen, we mogen hier alles zeggen. Je mag alles vinden, je mag ook stil zijn, je mag alleen luisteren. Dus we openen de tekst heel erg. We leggen hem midden op tafel, zal ik maar zeggen. En dus kun je met elkaar, alles is goed wat je erover zegt. Je hoeft geen verstand te hebben van literatuur om hier iets bij te voelen of te vinden. Mm-hmm. En eigenlijk is dat wat we vragen, van goh, hoe spreekt dit tot jou? En dan is het dus voor iedereen, ja. En we nemen heel veel tijd, dus we brengen echt tijd door met de tekst bijvoorbeeld. En dat doen jullie in instellingen? In instellingen, buurthuizen. In bibliotheken, in de psychiatrie. Wij lezen veel met ouderen die geheugenproblemen of dementie hebben. En voor hen is het bijvoorbeeld ook een manier om serieus genomen te worden, zou ik bijna zeggen. Want de meeste vragen die zij krijgen is, wat heb je vandaag gegeten? Of lekker weer, hè? Maar er wordt nooit is iemand die vraagt, goh, wat vind jij nou eigenlijk het belangrijkste in het leven? Of wanneer was jij voor het laatst verliefd? En dus lezen we ook dingen waarvan mensen zeggen, ja, dat is te moeilijk bijna om met ze te lezen. Want het gaat over de dood en over verlies. Mm-hmm. Maar dat is juist heel belangrijk. En dat blijkt dat mensen het natuurlijk heel fijn vinden als ze daarin zitten, als ze richting de dood aan het gaan zijn. En zo maak je het heel toegankelijk. Ja, om het er wel over te hebben. En ook doordat je het via een gedicht of een stukje proza doet,
is het ook niet zo van we gaan er zitten en wij gaan een gesprek over jouw doodgaan voeren. Dus het is niet zo confronterend in die zin? Nee, niet zo direct. Nee. Het is een beetje indirect, maar ja, dat juist geeft heel veel ruimte. Ja. Kijk, apotheek denk ik, dan ga ik pillen poeders halen en dan heb ik ergens pijn en last van, dan word ik beter. Op welke manier heelt dit? Ik moet denken aan een citaat van Janet Winterson, dat is een Engelse schrijfster. En die zegt, ik moet even kijken of ik het uit mijn hoofd ken. Zij zegt, literatuur is een medicijn, volgens mij zoiets zegt ze. En zegt ze, het heelt de inbreuk die de werkelijkheid op de verbeelding maakt. Nog een keer. Ja. Nog een keer, ik schrijf hem even mee. Het heelt, zeg het eens, het heelt. De inbreuk. De inbreuk, ja. Die de werkelijkheid op de verbeelding maakt. En vind ik wel een hele mooie, omdat daarmee ook laat zij zien dat juist die verbeelding zo belangrijk is. En dat we die echt nodig hebben. En voor haar is dat ook heel persoonlijk. Maar goed, het komt uit een boek wat een heel persoonlijk boek is. En het heelt volgens mij altijd als je wat een gedicht of een stukje uit een roman of een verhaal kan doen, is het besef dat jij niet alleen bent in je geworstel. Die troost die dat geeft, dat alleen al is helend. Ja, ja, en helend. En het kan je natuurlijk ook boos maken. Hè? Het is niet alleen maar, je kan ook iets lezen of horen en het er niet mee eens zijn. Of het maakt iets een boosheid in je. Mm-hmm. Maar dat is ook. Je kan ook iets triggeren van je, wat eruit moet. Ja, ja, precies. Ja. En wat is jullie vak eigenlijk? We zijn dus cultureel apotheker. Ja, cultureel apotheker. Ik bedoel, staat dat ook in je paspoort? Nee, dat zouden we wel willen, maar het is een vak wat we zelf hebben gemaakt. Dus ben je voor? Ja, echt waar? Ja, ja, ja. Ja. Een zelfontwikkeld vak. Ja, precies. Kijk, dat doet kunst en cultuur ook, ja, hè? Ja, ja, precies. Ja. Hey, en houden jullie je eigen broek op? Ja. En hoe gaat het dan nu met die afstand? Want nou, jullie zijn nu natuurlijk niet welkom in instellingen. Nee. Nou, wij zijn online aan het samenlezen. Mm-hmm. En we gaan nu langzaam weer beginnen met kleine groepjes. Dus je kan niet in de instellingen terecht. Maar in buurthuizen kan je dan met 4 mensen of 5 mensen. En wij trainen vrijwilligers om dit te kunnen. Op deze manier te lezen en het gesprek te voeren. En in kleine groep kan het langzaamaan en daar zijn we ontzettend blij mee. Ja, staat te trappelen. En de afgelopen maanden hebben we contact gehouden met onze lezers. Ja. Door ze filmpjes te sturen bijvoorbeeld, waarin wij voorlazen en een paar vragen stelden. Dat is meer eenrichtingsverkeer dan het normaal is. Dat vonden we ook heel jammer. Maar ze waren er heel blij mee, omdat ze toch even weer op die manier geraakt werden. 1 keer per week door een filmpje van ons. Ja. Wat een mooi vak. Ja. 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 Hey, en hoeveel van jullie zijn er? Voor hoeveel gaan jullie tekenen? Wij zijn met 5 apothekers. Ja. En wij zijn met ruim 20 vrijwilligers. En we dachten, onze lezers die hebben cultuur ook ontzettend nodig. En dat zijn er zeker wekelijks 100. Dus zo'n 125 mensen tekenen wij voor. 125 mensen. Ja, ik denk dat ik me daar wel in kan vinden. Ja. Ja. Daar is het bord. Oké. Dankjewel. Ja, weer een pleidooi voor de verbeelding. We kunnen natuurlijk niet zonder de cijfers. Marije en Akke van de Culturele Apotheek. Ja, is ook een mooi plekje. Zeg, hebben jullie misschien ook wel farmacie gestudeerd? Geen farmacie? Nee. We zijn helemaal zelf opgeleid. Helemaal zelf opgeleid. Ja, ja. Je moet vooral heel veel lezen. En dat doen wij met heel veel plezier. Ja. Nee, ik zie mogelijkheden. Ja, had jij hem ook al gedaan? Of culturele apotheek opgeschreven. Culturele apotheek, ja. Hartstikke goed. Dankjewel, heel veel plezier nog met jullie mooie, met jullie mooie werk. Ja. En sterkte de komende tijd. Dankjewel. Ja. De culturele apotheek.